De NPS is uit de coalitie gestapt. Merkt u dat dat heeft gezorgd voor eigenlijk een afname van de progressiviteit van het beleid? Of dat het gemis groot is? NPS is weg. Als je voetbalwedstrijd speelt en je één persoon krijgt rode kaart, dan moet je harder gaan voetballen. Ja toch? Dus dat zouden we doen. Wat betreft doorgaan in de regering. Nou, we weten dat één coalitiepartner eruit is. En dat betekent eye-opener. Dat betekent je moet alerter worden. En je moet, we moeten harder gaan spelen. People play voor man, je blijft toe man ook. Dat is dat doen we. De NPS is eruit. En we hebben gezegd, we gaan door in deze coalitie wat overgebleven is. En we hebben twee nieuwe ministers. Eén bij onderwijs, de heer Ori, en één bij ROM. En de minister van onderwijs gaat volgende week aan de regeringsraad presenteren. Wat zijn bevindingen zijn, wat de prioriteiten zijn. En de opdracht is duidelijk. We gaan naar beter beleid. We gaan zorgen dragen dat overal op het grondgebied van Suriname de onderwijsvoorzieningen er zijn, de onderwijslokaliteiten er zijn, de leerkrachten zijn. Dat is prioriteit, dat is wat samenleving wil zien. Dus we gaan naar in ieder geval een beter beleid in de tweede helft.